Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, National Risk Assessment gelanceerd, First Lady vervolgt schooltassenproject, nieuwe highway Afobakkaweg krijgt eerste asfaltlaag en actiehuisartsen en specialisten VMS opgeschort. De First Lady van de Republiek Suriname, Ingrid Bouterse-Waldering, vervolgt haar jaarlijks schooltassenproject. Vandaag waren er 4 scholen aan de beurt en op elke school heeft de First Lady de 6e klassers die overmorgen met de toets beginnen een motiverend woordje gericht tot hen. We zijn voor u op bezoek geweest bij alle 4 scholen en hebben voor u het volgende verslag in elkaar gezet. Jongens en meisjes, denk niet dat je studeert voor je ouders. Absoluut niet. Want gegeven moment zijn je ouders niet meer, je ouders gaan weg, dan moet jij doorgaan, toch? Jullie studeren echt wel voor jezelf. Daarom vraag ik jullie, doe je best. Doe je best op school, zodat je snel je doelen kan bereiken. Want hoe je hier zit, je wil snel ook voor jezelf gaan zorgen. Je wil niet steeds dubleren in een klas, want als je dubleert, kost het je ouders heel veel geld. Je ouders moeten alles weer opnieuw kopen en ik denk niet dat dat de bedoeling is. Daarom jongens en meisjes, doe je best. Probeer het zo snel je school af te maken. Probeer wat je wil gaan doen in de toekomst af te maken. Zet het op een rijtje van dit wil ik gaan doen. Zet het op een rijtje en ga ervoor. Alles hangt van jou af. De juf kan zoveel met je praten. Ik kan hier tot je praten. Maar als het niet doordringt en als je het niet wil, dan hebben we ook niks bereikt, toch? Daarom vraag ik jullie, denk er goed over na. Het is je eigen toekomst. En een ander ding waar ik ook aan jullie wil vragen is, social media. Wees voorzichtiger mee. Er wordt heel veel negativiteit erop geplaatst. En een heleboel dingen daar is niet waar. Verifiëren jullie alles. Mensen vertellen allerlei verhalen. Verifiëren. Jullie zijn grote kinderen. Jullie weten best wel wat goed en slecht is. Wie die hier zit zegt, weet niet wat goed en slecht is. Weet jij wat goed en slecht is? Weet je om keuzes te maken? Ja toch? Je weet zeker een beetje toch wat goed en slecht is. Je hebt het op school geleerd, je hebt het van je ouders geleerd. Dus wanneer jullie die dingen lezen op social media, maak een goede keuze. Laten we niet steeds kiezen voor negativiteit. Ik weet niet, maar het is alsof negativiteit ons aantrekt als mens. Ik weet niet hoe dat komt. Maar ik denk dat we moeten gaan naar een positievere approach. Laten we voor leuke dingen gaan. Laten we, wanneer mensen iets leuk, iets positief post, laten we daarvan genieten. Laten we dat opnemen en laten we dat sharen. Want we sharen alle negatieve dingen. Maar de mooiste zijn, hoe niet share. Laten we mooie dingen sharen. Dat maakt ons happy. Weet je, positieve dingen maakt men happy. Ik denk niet dat wanneer we iets negatief zien of meemaken, dat het jullie happy maakt. En ik denk dat iedereen in hun leven ervoor gaat om gelukkig te zijn. Dus laten we met positieve dingen omgaan, dan gaan we ook positiviteit aantrekken. Goed, succes en woensdag, ga ervoor. En als je nog een beetje moet studeren, ga toch ervoor. Het zijn maar de laatste uren, let vandaag op, want soms kan je vooral vandaag de laatste kneepjes geven wanneer je goed oplet. Ik weet hoe dat gaat. Dus letten jullie goed op vandaag. En doe je best. Succes woensdag. Thank you.
Je hebt net een tas gevuld gehad van de First Lady, een schooltas gevuld voor het komend schooljaar. Wat vind je ervan? Ik vind het leuk, prachtig en ik ben het dankbaar. Heb je al gekeken wat in de tas zit? Wat heb je allemaal in de tas gezien? In een tas heb ik gezien dat er schriften zijn, potloden, een 1-2 en een huiswerkboekje en een lineaal. Jullie school is voor het eerst in aanmerking gekomen en de First Lady is vandaag ook voor het eerst op jullie school gekomen. Wat vinden jullie daarvan? Ik vind het leuk, prachtig en heel erg dankbaar. Jij gaat over 2 dagen toets maken. Hoe ben je voorbereid? Wat heb je allemaal gedaan om je voor te bereiden op de komende toets? Over 2 dagen maak ik toets. Ik heb heel veel toetsboeken geleerd en hard mijn best gedaan. Wat wil je na de lagere school doen? Waar wil je naartoe gaan en wat wil je later worden? Ik denk Hendrik School op de Rietveld en ik wil later een leraar worden. En waarom wil je per se leerkracht worden? Ik wil leerkracht worden omdat ik het leuk vind om met kinderen om te gaan en graag les wil geven. Op initiatief van de Nationale Ziekenhuisraad, NZR, zijn de minister en directie van het Ministerie van Volksgezondheid, de directie van het Staatsziekenfonds en het bestuur van de Vereniging van Medici in Suriname, VMS, op zaterdag 13 juli bijeengekomen. In verband met de dreigende acties is er wederom een bijeenkomst geweest op zondag 14 juli. En ditmaal onder leiding van de president van de Republiek Suriname, Desiree Delano Bouterse. Partijen hebben knelpunten uitvoerig besproken waarvan een groot deel is opgelost en waarover afspraken zijn gemaakt. Uit IGAARTS voor de president is afgesproken dat de acties worden opgeschort tot donderdag 18 juli 2019. Opdat het staatshoofd enige ruimte heeft om nog enkele cruciale punten verder af te stemmen binnen de regering. Partijen hebben afgesproken tot dan een persstilte in acht te zullen nemen. Voor Suriname is 15 juli 2020 een belangrijke dag. Deze dag markeert de launch van de National Risk Assessment, NRA. NRA moet ervoor zorgen dat witwassen en het financieren van terrorisme in kaart worden gebracht en dat er daartegen maatregelen worden genomen. We nemen u mee naar het moment van de launch. De Nationale Risk Assessment werkzaamheden zullen officieel vandaag starten. Het wordt een periode, een hele grote drukte voor alle stakeholders, zowel de public sector als de private sector. Omdat we maar 11,5 maand hebben, terwijl normaliter de National Risk Assessment 2,5 jaar duurt. Betekent een bijzondere inzet van ons allemaal, van u allen. Ik ben daarom ook blij dat er u in grote getale bent gekomen. Dat u antwoord heeft gegeven op ons verzoek aanwezig te zijn. We hebben zelfs verzoeken gehad dat er meerdere mensen participeren van de instituten. Dat is geweldig. Ik ben bijzonder blij, president, dat u er bent. Ik vind u geweldig dat u speciaal voor ons bent gekomen. En dat u gevraagd heeft het protocol te doorbreken. Omdat u staatszaken moet gaan doen hierna. U zult merken dat de president zo direct aan het woord zal zijn. Ik vind het echt geweldig van de president. Ja. Het geeft namelijk de hoogste commitment aan die we kunnen hebben in dit land. En dat is belangrijk. De overheid is gecommitteerd op een hoog niveau. Heel belangrijk. Verder spreek ik de hoop uit dat we de komende 11 maanden... gezamenlijk dat we het National Risk Assessment succesvol zullen afronden. Het is een belangrijke zaak voor de staat Suriname om daadwerkelijk invulling en uitvoering te geven aan de Nationale Risk Assessment. Mevrouw Silas heeft reeds aangegeven het belang, maar ik wil benadrukken de positieve intentie van deze regering om uitvoering hieraan te geven
en strikt te houden aan het uit te voeren programma. De Republiek Suriname kent haar taken nationaal, regionaal en internationaal in de financiële wereld. En als deel van de wereldgemeenschap zal zij deze haar verantwoordelijkheid ook tot uiting brengen. Deze regering zal er alles aan doen te voorkomen dat de staat nooit geblacklist wordt. En mevrouw de voorzitter, u kunt te alle tijden op mijn medewerking rekenen. Indien u obstakels merkt in de uitvoering van uw belangrijke werkzaamheden. We zijn dit verplicht aan land en volk. Ik ben dankbaar dat er gekozen is voor een breed scala van actoren om ze allemaal te betrekken bij de nationale risk assessment. De regering gelooft in samenwerking met alle actoren in onze gemeenschap en zeker voor dit belangrijk doel is de input van eminent belang van zowel de private als de publieke sector. Ik merk dat er gewerkt wordt met focal points en key stakeholders, zeker een goede zaak. Ik spreek de wens uit dat na de afronding van de werkzaamheden dit team als voorbeeld zal kunnen dienen om belangrijke zaken voor ons land te realiseren en verder aan te pakken. Het is een national risk assessment om te identificeren de dreigingen voor money laundering en financiering van terrorisme. Dat betekent dat onze wetgeving, welke in 2002 tot stand werd gebracht en tussen toen en 2016 aanzienlijke verbeteringen heeft gehad, de basis vormt om de sectoren in het private domein, de particulieren, maar ook bij de overheid in het publieke domein aan het werk te krijgen om die dreigingen van money laundering en terrorismefinanciering te identificeren. Daar in het verslag van de PMT melding van te maken en zo het rapport voor de NRA voor money laundering en terrorismefinanciering tot stand te brengen. De belangrijkheid van deze activiteit is hierin gelegen dat door het beschrijven van de kwetsbaarheden voor onze economie wij in staat zijn daarop te acteren door op zijn minst 5 wegen te kunnen bewandelen. 1. Het ontwikkelen van adequate wetgeving. 2. Het tot stand brengen van richtlijnen voor de dienstverlenende branches en ik noem het gemakshalve de financiële sector, de niet-financiële sector en de gokindustrie, met name de kansspelen georganiseerd via casino's en loterijen. En vervolgens het derde spoor om de toezichtinstanties, de toezichtinstituten zodanig te versterken dat zij hun rol adequaat kunnen uitzetten. En met name, zoals we nu hebben, de toezichtinstituten van de Centrale Bank, het directoraat toezicht op de financiële sector, het toezicht van FIU Suriname op de niet-financiële sector en het toezicht van de Gaming Board op de gokindustrie. Dat moet dus sterk aan gemaakt worden om hun rol adequaat te kunnen opvoeren. Het vierde traject ziet toe op de berechting van overtreders van de anti-money laundering en terrorismefinanciering wetgeving en hun berechten. En het vijfde traject is dat wij als land in staat moeten zijn uit alle inspanningen uitwisseling van informatie mogelijk te maken, zodat wij gegevens krijgen uit het binnenland, uit het buitenland, om onze systemen verder te versterken. Maar ook informatie geven aan het buitenland, zij die het behoeven, om te beoordelen hoe sterk onze systemen zijn, om met ons samen te werken. Want aan het eind van de dag willen wij één belangrijke doel realiseren, dat ons financiële sector zo sterk is dat het buitenland vertrouwen heeft in onze sectoren van de die met financiën te maken hebben en met Suriname handel blijven doen, financiële transacties blijven uitvoeren en wij dus op economisch gebied niet geïsoleerd raken. Een
van de voornaamste doelen van de overheid is het ontsluiten van belangrijke gebieden. Zo worden de JF Kennedy en de Afvalbakkenweg ontsloten met de aanleg van de nieuwe highway. Met de aanleg van deze highway zal onder andere de Johan Adolf Pengel luchthaven sneller bereikt kunnen worden. Op maandag 15 juli 2019 is de eerste asfaltlaag aangebracht. In die zin van het brengt heel veel ontwikkeling op gang. Het gaat om een wegstrekking van 9,6 kilometer. En we hebben vandaag een aanvang gemaakt hier ter plekke in het district Para, Plantage Hanover, om dus onze highway aan te leggen. Het brengt, zoals ik eerder zei, heel veel ontwikkeling, maar het ontsluit natuurlijk beide grote gebieden en verbindt het natuurlijk met elkaar, waardoor natuurlijk het verplaatsen van onze mensen makkelijker gaat zijn. Dit biedt natuurlijk meerdere opties, niet alleen de Martin Luther King Highway of rechtstreeks via de weg naar Zanderij, maar dat je dus opties hebt om verder te kunnen gaan natuurlijk. We vergeten natuurlijk ook niet de rehabilitatie van de Martin Luther King weg vanaf Paranaam richting de Toetlifo-Kanaalweg. Dat is de eerste fase. En de tweede fase, dat gaat in Dalian 5 natuurlijk worden uitgevoerd. Deze wegstrekking Toetlifo-Kanaalweg richting Latour. Dit alles natuurlijk is een samenhang, is één geheel. Om dus een optimale ontsluiting, maar ook de zware congestie van het verkeer te gaan minimaliseren. We zijn vandaag bezig met het aanbrengen van de eerste laag asfalt over deze verbindingsweg. Verderop zijn we bezig ook nog met de brug. En tevens hebben we alle uitvoering, de aansluiting van de Afvalbakkenweg op deze nieuwe verbindingsweg. Zeg maar het kruispunt moet ook nog uitgevoerd worden. Dus daar zijn we ook al mee bezig. En voor het gedeelte na de brug richting de Afvalbakkenweg zijn we bezig met stabilisatiewerkzaamheden. Deze nieuwe highway, zoals het wordt genoemd, is een nationale, het valt onder de categorie nationale verbindingsweg. Dus de eisen zijn zeg maar de hoogste. We gebruiken hier polymer gemodificeerd asfalt. Dat is 6 centimeter dik. Zoals ook eerder is doorgegeven, zal deze weg de karakter hebben van een autosnelweg. Dus snel verkeer is toegestaan op deze weg. Geen gemengd verkeer of langzaam verkeer. We asfalteren in fases. We proberen zeg maar, de delen in fases af te ronden. Het proces is dus het aanbrengen van de blended sand layer, daarna gestabiliseerde laag, daarna de base course en hierop asfalt. En dit alles wordt in fases uitgevoerd. Zoals ook eerder aangegeven zijn we bezig met de bouw van een brug om de overbrugging te doen. Daar loopt het ook redelijk vlot. We hebben zeg maar de pijlers aan de Zanderijzijde die zijn al geheid. We zijn bezig met de middenpijlers en daarna gaan we verder met de pijlers aan de Afvalbakkenzijde. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedendag.